Yo, what's up? Ken je dat? Soms heb je zoiets van, ik wil er even tussenuit. En het liefst met een groepje vrienden die ik al mijn hele leven ken. En toen zeiden wij, weet je wat? We gaan naar Luxemburg. Fucking het kleinste land op aarde. Hey Moes! Hey man! We zijn onderweg naar een optreden en Susie kan je vertellen waar. In Vessen. Nee, Pessen maar, Kees. Oh, laat je flesje. Wat wij eigenlijk willen, dat we gewoon een weekendje ergens naartoe gaan. En wij dachten aan Luxemburg. Luxemburg. Wauw, waar ligt dat Luxemburg? Het is zo klein dat ik niet eens weet waar het ligt. Wie gaat er allemaal? Dikke Tarik, Soes. De apotheker natuurlijk. De apotheker inderdaad. Kenny, allemaal gezelligheid. Een en al tuig. Goedemorgen, het is 9 uur. We zijn op het briljante idee gekomen om veel te vroeg te vertrekken naar Luxemburg. Maar goed, we waren ook een beetje natuurverkennen. Anyway, op de achtergrond horen jullie mijn prachtige vriendin Cheyenne zingen. Zal ik jullie een stukje laten horen? Ze maakt me af als ze dit weet, maar we gaan het gewoon doen. Sorry, de deur was nog open. Nu wel. Sorry voor mijn briljante filmkunsten, maar mijn t-shirtje is iets wat nooit kan missen bij Jesse, ook al ben ik helemaal niet ijdel, is haarlijk. Hey, wordt aangebeld. Wie van de 9 tuigen zou dat zijn? Lori! Papa is Javi, ben je klaar voor homie? Sorry, we gaan sowieso rot in Luxemburg geweest zelf. Ik ben hier met Kenny Thijssen, kijk eens. Ja. We gaan ervoor jongens, Luxemburg. L'Oréal, dames en heren. Oegoer, heb je er zin in jongen? Sowieso bro. Helemaal te gek. Kijk, ik stel voor iedereen aan jullie voor. Dit is Lorenzo. Po. En dit is hoofd. De opperhoofd. Zesde. Susie B. Soes. En dan hebben we hier. Mooi boy Jamal. Mooi boy Jamal. En dikke Tarik. Want coach. Het wordt helemaal gezellig. Oegoer, wat weet jij eigenlijk van Luxemburg vriend? Eigenlijk helemaal niks man. Ik hoop dat het gezellig wordt en ik weet wel dat het veel groen is en we gaan echt gewoon... Maar even een strikvraag. Wat is de hoofdstad van Luxemburg? Luxemburg! Hey! Er is weer één iemand niet aanwezig en je zal het niet raden. Maar het is de enige blanke bij de groep. Oh shit! Die te laat is. Boys, we hebben een serieus probleem volgens mij. Want Jardo is al hoe lang te laat? Een uur. Oké, maar hoe gaan we dit oplossen? Eigenaar boete. Ik leg het naar de tafel op zijn kosten vanavond. Zeker. Ja, maar dat zijn allemaal van die slappe dingen, man. We moeten iets doen dat hij zich al lullig voelt voordat hij de bus in gaat. Dan moeten we nu gaan. Ja, moet het dus... gewoon in boxshort die rondjes gaan lopen en we nemen het op. Wat leuk dat je er bent, jongen. Hey, je bent officieel. Een uur en een kwartier te laat. Dus een applaus daarvoor. Ja. Hoor je wel. Het enige plank, hè? Ja. Al deze mannen wachten hier op jou. We zijn een uur. Dat is een beetje lullig. Het spijt me. Dus, ja, het spijt me. Iedereen moet gestraft worden. Dus voordat je naar Luxemburg gaat, ga je toch echt een rondje hier heen en weer moeten lopen. In je boxershort. Ja. Je mag je proef tot je knieën. Dus ga maar lekker los. Kom maar mee, jongen. Kom maar. Dan gaan we maar rennen, joh. Ik heb wel één probleem, als ik heel eerlijk met jullie ben. Ik heb alles bij me, mijn favoriete gel, ik heb mijn kam mee, we hebben extra kleren mee, maar ik heb geen fucking föhn. Dus hier achter mij zit dikke Tarik, die over ons potje gaat. Tarik, is er denk je een hotel met een föhn hier? Weinig kans. Ik heb gehoord in Luxemburg zijn ze allemaal kaal.
Ah man, en ik wou dus gewoon echt niet naar de Mac, omdat ik weet hoe het dus is als je met zo'n groep gasten op reis gaat, dan is het alleen maar slecht eten de hele dag. McDonner! Oh jongens, je mag een slakker, maar niet deze kant alsjeblieft. Nee. Echt waar? Oh, we mogen hier niet filmen. Dus anders worden we eruit gegooid. Dus we gaan even eten. Hi Lori, hoe vind je het tot nu toe? Helemaal top. Het is echt een gekkenhuis, dames en heren. Oranje neemt helemaal over. Ik ga het jullie even laten zien. Het is echt één grote gekte. Ik hoop dat jullie... Zie je? Al die oranje mensen hier. Wat een welkomstcomité, zeg. En dit allemaal omdat mijn vrienden en ik zijn aangekomen in Luxemburg. Kijk eens. Dikke Tarik. Hoe vind je het, jongen? Al die oranje mensen hier. Ze zijn gewoon ook symptoom. Hup Holland. Er is zelfs een soort van podium of whatever. Nou, het enige wat nog ontbreekt zijn Nederlandstalige artiesten. En wellicht moet ik gewoon een microfoon gaan pakken en hier de show gaan rocken. Want kijk eens, wat een feest. Wat een feest. En dit allemaal in hartje Luxemburg. Dit gebeurt is wanneer je wifi hebt. Dan is iedereen in één helemaal op zijn wifi. We waren even een tijdje zonder internet, zoals zien hoe dat gaat. Ondertussen zijn we dus bij een of ander chic restaurant. En als het goed is weten we waar we uitgaan, hè boys? Ja, sowieso. Want waar gaan we naartoe? Club Magnum in Luxemburg. Schijnt helemaal de shit te zijn. En we gaan hier gewoon even lekker eten, gezellig. Kan niet slopen. Heerlijk. Ik denk dat ik een pizza ga bestellen. Ik heb wel gewoon zin in een pizza na zo'n lange rit. Oh, we hebben een foto. Even een momentje. Nou, hotel was nice. We hebben beide een soort van powernapje gedaan. De rest is als het goed is beneden. En we gaan nu de stad verkennen. Ik zie er als het goed is een beetje opgetut uit. Wat vinden jullie? Ah, bedankt. Nou, had je ook weer niet hoeven zeggen. Prima, prima. Nou, nah, dat valt toch mee. Zo slecht ziet hij er niet uit. Oké, okay, boys, we zijn compleet. Ja, sowieso. Hoewel, Jamal, die zit al in de bus. En we gaan nu de stad in, hè? Ja, we gaan feesten. Zijn we er klaar voor? Nee. Iedereen is gelukt. Jongens, er is geen feest als er geen beuk is geweest. Yo boys, conclusie is volgens mij dat het was best een geslaagde avond, toch? Sowieso. Best wel, toch? Ja. Alleen de clubs in Amsterdam zijn wel vele malen beter, toch? Ja, zeker. Geen Jantjes verjaardag. Nou ja, weet je, dit is... we wouden gewoon iets geks doen. We waren naar een plek waar we nooit echt wat van wisten ofzo, maar wat wel dichtbij was. En dus kwam Luxemburg heel snel in ons op. Leuk, conclusie is dat we het bloedje gezellig vonden en vooral een hele leuke ervaring met z'n allen vonden. Maar Luxemburg, jullie hebben niet de hotste clubs hoor. Sorry. Zeker is. Maar luister, ik ga gewoon pissen. Ik ontmoet een boy. Hij was gewoon met 4 meids, of 5 meids. Ik wil met jullie chillen. En met 3 boys. En ik rol me naar tafel en jullie waren allemaal weg. En toen gingen ze weer weg. Jordi heeft... Jardo heeft een slokje op. Tijd om te slapen. Meer flessen, meer ijs. Meer flessen, meer ijs. Wil een bitch geen wijn. Wil een bitch geen wijn. Meer pussy is nice. Meer pussy is nice. Isai Masai. Isai Masai. Meer flessen, meer ijs.